Onze regio telt vele amateurtoneelgezelschappen. Mannen en vrouwen die elk jaar weer met veel enthousiasme aan de slag gaan om een mooie voorstelling op de planken te zetten. Veelal gaat het om hilarische blijspelen in hun eigen gemeenschapshuis en gebracht door mensen die je daags daarna weer gewoon in de supermarkt tegenkomt. Toneel trekt veel kijkers, misschien omdat de drempel laag is en de amusementswaarde hoog. Toneel is toegankelijk voor iedereen. Waar kun je kort bij huis een avondje ongebreideld lachen en na afloop ook nog een wijntje drinken met de spelers? Start was bij de generale repetitie van een van die clubs, de toneelclub Overhove. Vanaf deze week spelen zij 6 avonden het doldwaze stuk 12A. 12A? Ja. Wat is het voor een stuk? Het is een van oorsprong Engelse klucht, blijspel. Nee, eigenlijk een klucht. Het speelt zich af in een beetje oudbollig hotel. Heel veel toestemming met mensen die in verkeerde kamers komen, mensen die eigenlijk in het verkeerde bed belanden, huwelijks, intriges. Heel veel werken met deuren. Er zijn wel eens 9 deuren stuk. Dus dat betekent dat er qua timing heel veel van de spelers gevraagd wordt. Sterker nog, alles gaat om timing. En het beloven een hectische avond te weren. Nu lopen we hier rond op de avond van de generale repetitie. Brengt dat nog wat extra spanning met zich mee? Ja, ik noem aan dat de spelers enigszins gespannen zijn. Dat mogen wel. Er moest een beetje gezonde spanning hebben, anders is het niet voor de weg. Maar ik hoop niet dat ze stief staan van de spanning. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Dat merkt verschillen. Ik bedoel, als regisseur, dus een beetje als een voetbaltrainer, de hops van de ene club naar de ander. Vergelijken eens met andere clubs in de regio? Oeh, dat is een gewetensvraag. Ja, de ene club is de andere niet. Kijk, wat bij de ene club goed loopt, dat is bij de andere misschien gaat minder. Je moest natuurlijk werken met de spelers die ze hebben. Voor we hier het pech gehad, mag ik erbij zeggen. Een van de routiniers is toch redelijk kort voor de première, of voor de generale, zo zowel, uitgevallen met gezondheidsproblemen. We hebben op het laatste moment een vervangster van moeten krijgen, die het overigens perfect deed. 2 debutanten, dus ook op zijn minst voor de debutanten zelf is dat niet gemakkelijk. Was allebei niet echt plankenkoord hebben, maar ja, dus toch even wennen met werken met een groep, op elkaar spelen, reageren op elkaar. Je kunt ze niet op de wilde weg improviseren. Dus we hebben het niet voor niks gekregen, we hebben helemaal moeten werken. Maar dat hebben ze ook gedaan. Ik wens je heel veel succes met het stuk en met de generale vanavond, maar vooral met de uitvoeringen. En ja, toneeltaren met de groep toi toi toi. Ja, dankjewel. Dan zeggen ze wel eens, alles een pijnbroek hoor. En wat zegt ze dan? Wordt zo'n chief game. Oké, dankjewel. We zijn hier bij toneelclub Overhove. Wat is dat voor club? Dat is een klein club met heel veel enthousiaste leden. Die wat alles van één weten en alles van één voor één doen. Heel enthousiast in ieder geval. En dat geeft al vanuit 1978. Geeft dat ermee. En dat is gewoon fantastisch. Dus laat ze door gewoon altijd volle bak. Dus het komt allemaal goed. Dan zijn we weer de laatste week voor een uitvoering. Dan komt er ja gaat bekijken. Wat doet je zo al? Boete dit spelen? Ja, nou goed, ik ben zelf secretaris en ik hou me dan bezig samen met nog een aantal collega's met decorbouw, leeg geluid, alles wat erbij komt. Maar daarnaast is natuurlijk gewoon een hoop PR wat ze moest doen. Het folders, affiches, verenigingen aanschrijven, clubs, de gezet, nummer op allemaal. Dus voorzien we al die lusten weken, inderdaad druk bezig. Maar met heel veel plezier. En allemaal als vrijwilligers? Allemaal als vrijwilligers, ja. Ja. Dat doen we van geen loon. 4 zien niet goed in het spelen. Dat loopt van de specialisten nu. Dat zien de lui daarboven op de bühne. En 4 houden dus achter de schermen bezig. En dat gaat gewoon fantastisch. Dus. Nu is natuurlijk de kaartverkoop al in volle gang. Lopen het een beetje? Lopen goed. We zitten ten auto op een 700 stuks. Dat we onderhand nu hebben. Dus we hebben nog wel geen ruimte, maar de lessen door komt er altijd nog van alles wat er bij. En dan hebben ze nog altijd de lui die wat gewoon op goed geluk naar de zaal komen. Dus, en we zitten eigenlijk ieder jaar zo rond de 800, 900 entries.
Dus ik denk dat dat genoeg zij voor de kwaliteiten van de spelers zijn. Alleen moet er gewoon hier naartoe komen. En laat u verrassen in ieder geval. Het is ongedwongen humor. Gewoon in een avond gezellig lachen. Nee, nadenken, maar gewoon lekker lachen. Het is vanavond de generale. Spannend. Ja, best wel. Ik ben best wel zenuwachtig al de ganse dag. Ja, dat is gek is dat, maar het is nog een beetje voor de echie, hè. Ja. Wat is uw rol in het stuk 12a? Nou, mijn rol is dat ik een behoorlijk pittige tante ben. Die net op haar muntje is gevallen en die behoorlijk streng en pinnig en koud. Immers wat zich niks laat zeggen. De beste ervaren speelster, al jaren bij de vereniging Overhoven. Wie lang al precies? Nou ja, sinds de oprichting en dat is vanaf 1978. Dus ik hoop over 2 jaar mijn 40-jarig jubileum te vieren. Dus daar spreek ik me al een beetje op. Wat voor gevoel overheerst? De spanning of zinderen? Ja, allebei wel. De spanning immer als het nu binnenkomen, dat ze denken, ik zeg dan maar, wat doe ik me aan? Maar als ze dan kind beginnen en het fijnste is als ze op kind gaan, dat vind ik, dan is alles weg. Dan is dit mijn hoes of mijn, ja, dit is mijn ruimte en dan is het over. Wat is die rol, Kevin? Ja, ik ben Barry Smeet. Ik ben een beddenverkuiper en dat heeft nogal het toestanden op te leveren. En, dat is best wel een topsportavondje, toneelspelen. Wie bedoelt ze nou, topsportavondje? Het is 3 uur geconcentreerd bezig zijn en daarop, daaraf, rennen. Ja, het zijn heel hoop toestanden hoe ze eigenlijk van tevoren geen rekening met Hils. En gaandeweg de repetitie, dan krijg je dan een beeld van zo gaan we het doen. Maar in Noord-Heinberg heb ik echt een hoofd voor nodig om bij te komen achter. Ja. Toneelclub Overhoven, wat is dat voor een groep? Dat is een groep waar we met z'n allen heel gezellig altijd naar de repetitie komen. Wat leuk is, waar we leven en leid kunnen delen als er aan de hand is. En iedereen heeft ook zijn begrip voor. Als er een keer niet kent komen, oké, goed, dan is dat zo. Ik bedoel, altijd op een repetitie moesten we wel altijd daar zijn. Maar ja, voor hebben we wel Ongerijn. Het is gewoon een hele echte groep en een hele leuke band voor Ongerijn. Er komen er zelfs uitvoeringen aan. Zin erin? Heel veel zin, ja. Dit is echt het top moment dat we klaar zijn om de Lune een leuke oven te bezorgen.